Nou, die is aan. En dus om de hoek ook daar al. Met ademhalen. Ja, dan moet je niet door je neus gaan ademhalen, want dan, dan gaat het vastzitten van binnen. Het is door je mond. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer woensdag 9 december. En ik heb weer als vanouds zitten te wachten op die Jack Pater van Verenleul, maar ik heb geen bericht gehad, want ik kom niet. Ik heb geen bericht gehad, ik kom wel. Ja, daar zit je weer. Maar het is wel woensdag, weet je, dat hij begon dan te komen. Nou, niks gehoord, geen nachtbericht, niks. Nou, daar baal ik van. Maar ja, ik heb mijn koffie staan, die ga ik zo opdrinken, want ik moet dus mijn vriendin halen. Maar als eerste wens ik jullie allemaal, daar aan die andere kant van die scherm, ja, daar aan die andere kant, allemaal een hartelijk welkom bij weer een nieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. Ja, bij wie ben je anders, hè? Ja, bij ons. Lekker gezellig. Mijn huis is leuk, gezellig, versierd. Ik moet nog steeds nieuwe kaarsen halen. Maar ik moet ook hier nog postzegels voor halen. Nee, die twee niet, maar voor dit mikmakkie. En leg er nog één in. Dus ja, daar moet ik postzegels voor halen. Kom ik vandaag ook waarschijnlijk niet aan toe. Hopelijk wel, ik weet het niet. Ik weet niet hoe laat ze weer teruggaat. Want ze is nachtblind, ze ziet in het donker helemaal niks, mijn vriendin. Dus ik moet het zo ophalen. Want ze weet nog niet waar ik exact woon. En dan zal ze wel bij tijd weer weggaan. En dan ken ik weg. Want ik ben ook wel nachtblind, maar op een andere manier. Ik ben dus tot zover een nachtblind. Als het echt roetje donker is en nergens geen licht brandt. Maar je hebt wel licht. Want daar bepaalt alles, je zelf licht. Dat vind ik genoeg. En dit bij mij, meer zo, kom ik uit het licht. En ik stap dan het donker in. Dan ben ik ook eventjes van heul, even oriënteren. Maar voor de rest kan ik het wel allemaal bekijken hoor. Want ik loop ook gewoon midden in de nacht in het donker naar boven of wat dan ook. Dat deed ik vroeger tenminste wel. Nou hoeft het niet meer. Ik hoef niet om een andere rekening te houden. Maar met mijn mannetje, ja. Als die dan al sliep, ja, daar hield je daar rekening mee. Dus gewoon deed ik alles in het donker. En dan zag ik genoeg. Ja, waarom niet? Ik denk dat er meerdere mensen zijn zoals ik. Ja, toch? Maar in ieder geval, ik ga zo meteen op de booster haar even ophalen. Nou, dan ben ik, als zij tenminste ook zelf opschieten kan, dan ben ik binnen de 10 minuten weer terug. Ben in 10 minuten heen en terug dan. Hooguit een kwartiertje. Maar ja, wat dus veel werk in beslag neemt, is die booster uit de schuur halen. Nou. Als je dat helemaal gedaan hebt en je gestart dan is het zo'n beetje binnen de 10 minuten. Ja. Nou, dat gaan we gewoon zo doen, met jas aan, et cetera. En het is gaan met die banaan, dus ik zeg, lieve vrienden, ik ga gewoon straks ook vloggen, maar als het er is, hoor. Ja hoor, als het erop wil of niet, dan hou ik daar rekening mee. Maar het komt leuk, het is gewoon gezellig. Ja toch? Ja. Nou, ik heb de televisie voor de hondjes gedaan en ik had het geluid naar uit. En de kerstboomverlichting en de raamverlichting is ook nog uit. Maar ik heb dat allemaal aan, want dat gaat allemaal met de AB. En ook wel de kerstboom, maar daar doe ik ook een ander knopje eerst voor om. En dan gaat hij met dezelfde AB. Doe ik dat knopje s'avonds niet om wanneer ik naar bed ga, dan had het nou ook aan geweest. Nou, die is aan. En dus om de hoek ook daar al. Die is weer eens niet aan. Die moet wel aan. Die klok had aan moeten gaan. Waarom doet die dat niet? Oh, daar heb ik probleem mee. Mijn stop. Hoppata. Zo doet hij het wel, zo doet hij het niet. Waarom doe jij dat niet? En ik geef er een klein stootje aan en dan heb ik het weer. En waar man het geeft, dat hoort ook niet, dat hoort het ook niet.
ook weet hoe het komt. Raam kan wel steeds open en dicht doen. Ja. Dan wil ik dat wel geloven. Nou, hij doet het weer. Daar brandt hij. Enkel de ster nog niet. Moet ook nog eigenlijk meer. Komt zo wel. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie gaan doen. Ik ga ook genieten. Ze zeggen, tot later. Doei. Ja, en ik ben weer ter, met ongedane zaken weer thuisgekomen. Ze kon niet mee, want ze had last van de keel. Ja, jammer dan. Helaas, pindakaas, maar dan gaat het feest niet door. Kwam door het weer, zegt ze. Ja, ik heb ook last van de mist. Maar het is niet mistig meer. En daarbij, dat was vanochtend. Ja, vanochtend vroeg was het mistig. Het is nou wel grijs, grauw en koud en winderig, maar mistig is het niet meer. En dan doe je ook iets verkeerds in mijn ogen. Met ademhalen. Ja, dan moet je niet door je neus gaan ademhalen, want dan gaat het vastzitten van binnen. Het is door je mond en door je neus weer uit. Ja, en niet andersom. En dan heeft zij het andersom gedaan. Ik heb nergens last van. Als ik naar buiten ga, doe ik het altijd zo. Ook in huis, als ik met uien bezig ben. Ik moet niet door je neus ademen. Nee, door je mond in, door je neus uit. Ik heb nooit geen last met uien. Ik heb nooit geen tranende ogen. Ook komt het nog eens mede als je tranende ogen krijgt. Door het verkeerd ademhalen, maar ook omdat je de boven hangt. Nee, van je af. Allemaal van die simpele dingetjes. Waar een ander last van heeft, heb ik geen last van. Maar ik heb mijn booster maar even aan de acculader gezet. Want ik had bijna geen peuter meer in, zoals wij dat dan zeggen. Hij moet input hebben. Net als met een telefoon. En dan hoop ik dat ik het vandaag nog red om even naar het tuincentrum te gaan en even postzegels te halen. Ik moet ze nog even tellen. Ja, en dankjewel Wilma, Marcel en Samantha voor de mooie kerstkaart. Die heb ik ook binnen. Dus ja, het komt allemaal goed. En ik heb er nog 2, die wordt opgehaald en die moet ik eventjes een foto van maken en even sturen die foto, dan weten ze dat die er ook klaar is. Dat mikmakje moet ik even tellen, dan weet ik hoeveel pasregels ik nodig heb. Het kost heel een hoop geld, maar ja, je hebt het er voor over en vooral in deze tijd. Net zoals Astrid mijn HHZ. Ja, die heeft nu ook heel veel verdriet. Die komt ook een aantal keren even niet. Ik krijg een ander daarvoor in de plaats. Wat er aan de hand is, waarom ze verdriet hebben, gaat een ander niks aan momenteel. Misschien komt dat ooit. Zal ze zelf moeten doen. Ga ik niet voor haar doen, nee. Maar in ieder geval, verdriet hebben, om wat voor reden dan ook, is nooit niet fijn. Nee. Dus een kaartje op zijn tijd kan ook nog leuk zijn. Of het nou een kaartje is om, ik noem maar even iets, verjaardag in deze tijd. Of een kerstkaartje zoals het nu gaat worden op deze tijd. Ook gaan er mensen naar de hemel toe, dus een condoleancekaart. Steun. Betuiging heet dat. Dan geef je gewoon een steuntje. Al is het per kaart, al is het per telefoon, omdat je er niet bij kan zijn vanwege dat achterlijke gedoe daar in Den Haag. Want zo ga ik het maar noemen. Want ik wil het andere woord niet meer benoemen. Ja, enkel als het een biertje is, dat is lekker. Coronabier. Njam, njam, njam. Ja. Maar oké, voor de rest, we bekijken het allemaal maar. Ik hou maar aan die 1,5 meter afstand en dat is voor mij genoeg.
Ik gebruik geen mondkapje, want dat kan ik niet. Ik val daar ook gelukkig buiten. Daar heeft hij tenminste nog eens rekening mee gehouden. Maar er zijn ook mensen, ja, die doen het erom en die printen dat uit. En ik hoef geen mondkapje om, terwijl ze niks mankeren. Ja, dan zeg ik, ho, zo ga je niet met mensen om. Doe normaal en heb geen leedvermaak. Het is al erg genoeg dat wij ziek zijn. Het is weliswaar niet te zien, maar we zijn er net wel, weet je? Maar oké, ik zeg lieve vrienden, ga genieten. Ik ga mijn computer aangooien en ik moet even nog een telefoontje plegen. En ik moet die kaarten bellen. Tellen bedoel ik. Maar bellen moet ik ook, want mijn stoellift hier heeft een error. Dus die kan ik niet gebruiken. Dus ja, er moet even een monteurtje bij komen. Ja, toch? Ja. Ook die kan weer uit. Ik heb de televisie ook weer uitgegooid. Zo, dus ik kan ook uit. Bespaart me weer. Alleen is nou enkel dat nog aan. Nee, jammer dan. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, het is al reeds lang alweer 8 uur geweest. Ja, ik heb al gegeten. Ik pak mijn tweede bak koffie voor nu. Ik zit al lekker aan de salontafel. Ik heb een plaatje gemaakt. Ik heb een vlog in elkaar gezet. Ik ben bij de Intratuin geweest voor die kaartje, maar nog niks. Ik heb het geprobeerd op internet te zoeken. Ze zijn er wel, maar niet meer te komen, want het is allemaal op. Ja, er wordt extra veel gekocht van die dingen. Nou, daar zit ik met die kromme dingen. Ja, 1, 2, 3 omlaag en eentje die is de andere kant omlaag gegaan en die is die kant omlaag gegaan en die kant weer om... Ja, je legt in de deuk. Daar zijn de kaarsjes. Nou, die worden recht. Maar ja, hoe kom ik nou aan nieuwe? Nergens meer te krijgen. Daar baal ik dus enorm van, dat begrijp je wel, hè. Nou ja, en Rijka en Elming die zijn een beetje aan het donderjagen. Nou, dat moet ook kunnen. De ene ruikt aan de ander. Even spelen, even donderjagen. Hé? Ja, moet ook kunnen. Nou, en ik ga nou eventjes ook tijdens dat ik televisie kijk, postzegels opplakken, want ik heb ook postzegels gehaald. Voor de kaarten, dus ja, dan kan er die morgen weer op de brievenbus. Kijk weer naar Brun naartoe, want daar is de brievenbus ook. Kijk ze in de zak doen, dus ja, komt allemaal goed. En ik heb ook helemaal geen problemen gehad bij de winkel die ik binnen ben gegaan om een monddoekje op te doen. Ik ben in het getuin, werd ik eventjes staande gehouden. Mevrouw, vergeet uw monddoekje niet, ik zie die heb ik niet, ik zie die hoef ik ook niet, want ik val er buiten. Oké, dag mevrouw, fijne middag verder. Geen problemen. Hey, dames, een beetje rustiger. Hallootjes, niet bij mijn salontafel. Oh, ik doe ze naar buiten als het zo doorgaat. Moet je dat nou zien, die twee? Nou, easy. Klaar nu. Dat doen jullie maar buiten, hé. Zo. Nou ja, ik zal ze naar buiten doen. Want dit kan zo niet. Ik zou zeggen, lieve vrienden, een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet van alles met wat jullie doen gaan. En tot morgen. Doei.